ga vandaag iets vertellen over één van de 300 werken die deel uitmaken van het project Mix Match Museum, waarbij mensen zelf een tentoonstelling kunnen maken. Ik vind dit zelf gewoon een prachtig werk en ook tegelijkertijd een tijdsdocument. Het is van rond 1900, gemaakt door Hendrik Wolter, een beginnend kunstenaar in die tijd. Hij woonde om de hoek aan de Amstel. Hij maakte dit bij de Sint-Urban in de Pijp in een zijstraatje, Sint-Willebrodestraat. Daar was dit confectieatelier. Die meneer Wolter zou later carrière maken en hoogleraar worden aan de Rijksacademie. Maar dat hij er iets van kon op jonge leeftijd, dat blijkt wel uit dit werk, uit die pasteltekening. Met die zachte tinten, die blauwe schorten van al die meisjes. Iedereen die geconcentreerd aan het werk is, in die hele zaal. De mooie lichtinval die er is. Maar ik zei ook, het is ook een tijdsdocument. Een halve eeuw eerder was deze voorstelling ondenkbaar. Toen ging iedereen die het nieuwe kleren nodig had naar een kleermaker. Dat was toen een mannenberoep. Dat beroep werd in behoorlijke mate verdrongen door het werk dat door meisjes gedaan werd. Meisjes, jonge vrouwen, vooral in de leeftijdsgroep van 13 tot 30 jaar. In Amsterdam waren er in 1900 7000 naaisters actief in ateliers. En het was hard werk, lange werkdagen, lage lonen. Je moet je voorstellen, het geluid, 50 mensen aan het werk, van al die trapnaaimachines, dat moet onvoorstelbaar geweest zijn. Hier zie je al een enorm rek van kleren die al klaar zijn. Misschien dat er nog ergens een mouw aangezet moest worden, want dat was opgespitst. Een kleermaker maakt natuurlijk een heel product en hier was dat massaproductie waarbij iedereen een stukje van het proces voor zijn rekening nam. Het heeft 25 jaar op zaal gehangen in het Amsterdam Museum. En nu is het tijdelijk in depot en ik hoop echt dat het weer gekozen wordt in het kader van Mix Match Museum en binnenkort weer te zien is ergens op zaal.